Yo, Wes4 hier en leuk te kijken naar de seizoen 2 van Minecraft Survival. Nee, ik wil geen broadcast. Oké, dat zijn we dan. Nou, dus allemaal welkom bij seizoen 2 van Minecraft Survival. Minecraft Island Survival seizoen 2 heet. Wat is de bedoeling van deze seizoen 2? Eigenlijk zal het als seizoen 1, alleen geen, we hebben geen spawn, we hebben geen tempels, geen shop, we hebben geen custom enchants, we hebben eigenlijk helemaal niks. We beginnen met 30 steek en een ID hier lag die ik opraapte. Dus de mobs, dus de monsters, de skeletons, de zombies, de creeps, ze zijn allemaal moeilijk in deze server. Deze eerste aflevering nog niet, want dat wordt eigenlijk nog een beetje makkelijk voor ons. We willen eerst een makkelijke eerste dag krijgen en daarna begint de hele hel. Wat is het, houdt het in? Dit is een 800 bij 800 blokjes grote wereld. Daar zit een grote bedrock muur omheen. Ja, van helemaal tot aan blokje 0 tot helemaal bovenaan. Niet helemaal bovenaan, tot 100 of zo. Maar we mogen er niet overheen gaan. In die 800 bij 800 wereld zit ongeveer 800 bij 800 wereld, ik zeg wereld. Maar daar zitten ongeveer 3-4 eilanden. Dit is een van de grootste eilanden wat ik gezien heb op plaatjes. Wat wij moeten doen is, we moeten hier dus overleven. Er zijn dus bijvoorbeeld heel erg weinig diamonds in deze serie. Simpelweg omdat we maar 800 bij 800 blokjes grote wereld hebben. Dus er zijn maar een beperkt aantal diamonds hier onder de grond. Dat geldt voor iron, dat geldt voor gold, voor redstone, voor lapis, noem het maar op. Zoals je kan zien daar, zien we spawners onder water zitten. Dat zijn guardian spawners, dat zorgen ervoor dat in deze zee guardian spawners. Dus als wij zeggen van wij willen naar het eilandje toe. Met een bootje is dat handig van niet zijn, maar wij willen erin zwemmen. Is de kans groot dat we nu gedoord worden door de guardians die spawnen en ons gelijk doden. Dus de zee is eigenlijk gevaarlijk, want er zitten haaien in. In dit geval is guardians, maar het zijn dus eigenlijk haaien voor ons. Dus lastig. En we zien daar een creeper. En die willen we eigenlijk zo gauw mogelijk doden. Oké, okay. Ga dood creeper. Oké, de creeper is dood. Mijn MC en more level zijn nog niet gereset. Die worden gereset binnenkort. Maar ik zie dat hier een aantal kippen in het water zitten. En dat is heel fijn. Want dat willen we natuurlijk hebben. Want we willen natuurlijk dieren hebben. Dieren is samen met vissen is een van de beste manieren om voedsel te verzamelen in deze serie. Zo in het begin. Dus we hebben hier een aantal kippen. Dus wat we gaan doen is we gaan een paar bomen omhakken. Dat doen we even met onze handen. En dan gaan we vast onze basic spul maken. En dan wordt dit een van onze huizen. Simpelweg omdat hier kippen zijn. En kippen zijn op dit moment belangrijk, want we kunnen ze fokken. En er eigenlijk slachten voor eten. Zoals zien hebben wij 30 steek gekregen aan het begin. Als het goed is kunnen we daar 1 à 2 dagen in Minecraft mee overleven. En dan moeten we zelf voedsel zoeken. Dus deze boom is eigenlijk helemaal kapot. Wat we gaan doen is we gaan even een simpele crafting bench maken. En we gaan even natuurlijk onze standaard wapen, uitrusting en alles maken. We maken geen axe, want het heeft te maken met world edit. Dus omdat ik OP ben, kan ik alles kapot maken. Dus een wooden axe, een houten axe is dus niet mogelijk voor mij. Dus die mag ik niet maken. Wat ik ga doen is, ik ga een paar sticks maken. 3 ongeveer zo. We gaan een paar hekjes maken. Dan denk ik, waarom ga ik hekjes maken? Simpelweg omdat wij die kippen natuurlijk willen opsluiten. Tenminste, dat willen we natuurlijk. We willen die kippen. Die willen wij. Dus even kijken, er zijn nog spesproes. Bomen. Die kippen die willen we zo gauw mogelijk allemaal achter een hekje zetten. Zodat we ze kunnen fokken, zodat we weten dat ze hier zijn. Bijvoorbeeld, we kunnen /home gebruiken in deze 800 bij 800 wereld. Denk ik, heb je dat eigenlijk niet nodig? Het is handiger en ik heb gewoon gestemd van ik wil het hebben. Dus zoals gezegd, geen shop, geen tempels. We moeten binnen deze wereld blijven. We mogen er niet uit. Dat is, dat mag niet. Dus we moeten hier binnen in survivalen. Zoals gezegd, van de mobs, dus de monsters, die worden moeilijker. Dan denk ik van, hoezo worden ze moeilijker? Waarom zei ze dat nog niet? Nou, dat heeft allemaal weer te maken dat de plug-in, die daarvoor moet zorgen, nog niet actief is. Dus dat komt nog allemaal. En we gaan even een hekje maken, of een poortje. Oké, okay. Wat we nu doen is we gaan eventjes hier een mooi plekje maken waar we die kippen in doen. Kijk, dan komen hekjes mooi uit. Oh, dat komt ook wel uit, denk ik. Nog eens, 2 overhouden dadelijk.
Oh, dat komt zo uit. Ook uit. Oké, we hebben zaadjes hier. Dus dan gaan we de kippen mee lokken. En we hebben hier vier kippen. Dat is heel mooi. Als we alle vier in het hokje kunnen krijgen. En dan kunnen we ze als het ware al gaan fokken. En dan hebben we gelijk twee kippen bij. Dus ja, dat is een voedselbron. En ik vind het heel handig als we spawnen en we zien gelijk al vier kippen naast ons. Dat is heel handig, want ik dacht eigenlijk van, oh, het was straks heel moeilijk om voedsel te vinden hier. Dus, oké, kippetjes. Kom maar mee, kippetjes. Kom maar mee. Kom maar, gaan we hier in, kippetjes. Netjes, één voor één. Oké. Oh, je hebt een eigen leg. Kom, kip. Kom. Kom, kip. Ja, netjes allemaal naar binnen. Kom. Ja, loop netjes achter me aan. Kom, kom, kom. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Jullie mogen alvast een kuikentje maken. We hebben ook twee eieren, misschien kunnen we er nog eentje bij krijgen. En... Oh, oh, oh. Nee. Wacht even. Ik heb trouwens ook nog een heleboel levels die niet van mij zijn, als het ware. Dus, we mogen vandaag niet gaan enchant en alles. Kom op, kippen. Oké, wat ik ga doen is, we gaan die kippen ga ik even naar de kant duwen. Maar dat is iets makkelijker. En hopen dat er geen haai komt, om ons op te eten. Oftewel, onze doden. Dus die kippen die moeten even naar de kant. Dit is even een handige manier om die kip even naar de kant te krijgen. Oh, er ligt een ei. Een kip, en een ei. Kip, kom op kip. Goed zo, loop maar niet gelijk weer het water in. Wat zijn kippen dom? Het zijn geen eenden. Voor mij denken sommige Minecraft kippen dat ze eenden zijn. Dus. Hallo kip, zie je mij? Kip. Kip. Hallo. Ja, kom kip. Kom kip. Hé, hey, en Brommer is de wereld gezooid. Kom kip. Oké. We gaan hier naar binnen. Kom. Netjes naar binnen. Alle twee naar binnen lopen. Oh nee, nee. Yo, kip. Kom, kip. Nee, en dan gaat het er allemaal uit. Nee, kom, kippen. Blijf erin. Ja, goed zo. Die twee witte, die kunnen ook even een kuikje maken. Oh, wat lief. Oh, hekje dicht. We hebben zes kippen. Echt. Echt leuk. Heel leuk. Even daar gezegd dat ik aan het opnemen ben. Zo, dus we hebben hier weer kippen. Dit is een heel mooi plekje om eventjes ons eerste huisje te maken. We zijn daar gespawnd, dus denk je, een mooi plekje. De kippen die kunnen wel hier blijven. Wat wij wel gaan doen is, wij gaan even... Want we hebben hout genoeg. We moeten ons eerste steek al eten. Ja, we moeten rustig omgaan met onze steek. We gaan eventjes verstil maken. En ik denk dat wij eventjes gaan minen. Tenminste, dat is heel belangrijk. We hebben ook een paar eieren. Dan laat die eieren gooien. Die gelijk heeft hier nog een ei. Oké. Helaas. Ik heb deze bomen, die gaan we eventjes omhakken. Met onze handen, natuurlijk. De afleveringen van deze nieuwe serie, die gaan tussen een half uur en 20 minuten duren. De ene aflevering zal misschien wat langer duren dan de andere. Ik wil ze niet langer dan een half uur gaan laten duren. Dat is eigenlijk mijn standaard, wat ik niet wil. Simpelweg omdat anders mijn uploadtijd en noem het eigenlijk maar op allemaal heel lastig geworden. Dus wat we gaan doen is, we hebben een pickaxe. Dus dat is heel mooi. Het is een crafting bench hierbij mee. Nee, laat even staan. Wij gaan eventjes naar beneden hier. Hopelijk kunnen we een gouden steen vinden. Oh, hier zie je wat steen. Dat is heel mooi. Dus wat gaan we deze aflevering doen? Ik denk dat wij... Oeh, we hebben gelijk een kool gevonden. Dat is ook heel handig. Ik denk dat het allerbelangrijkste van ons nu in deze eerste aflevering... Het wordt al nacht. Oké, dat is niet fijn dat het nou een nacht wordt. Oké, we hebben wat steen. Ja, we kunnen even een pickaxe maken. En een zwaard. Van stone dan wel. Die kan hier... De steek kan daar. En ik moet nog wat meer sticks maken. Oh nee, natuurlijk zo moet je dit maken. Oké, is waard. Oké. Nu gaan we dus mobs spawnen. Even kijken. Wat we even gaan doen, is we gaan nog weer drie stukjes steen hakken. Waar is mijn stone pickaxe? Ja. Ik weet niet wat mijn inventory is. Soms wordt het in random in één keer teruggeplaatst. Ik vind het handig dat hier kool zit, want voor het geval dat we dat nodig hebben. Oké, wat we gaan doen is, we gaan even een axe maken van stone. Want we mogen, zoals ik zei, we mogen geen eentje van hout gebruiken. Oké, kijk hier, mijn
Mijn steek ook, die had ik ook hier eens. Maar soms gaat er gewoon random terug. Deze boom zit bij een beetje in de weg. Ik ga hem even omhakken. Ik mag een tree fell aan zo'n MCMO nog niet gebruiken. Dat zit er wel in. Maar van seizoen 1 zie je die mijn stats zitten er nog in. Even kijken, MC stats. Ja, oké, okay, dus mijn mining 188 level. Zware 138. Ik heb dat wat allemaal op 0 gezet. Dus wat we gaan doen, is we gaan eventjes gauw een huisje bouwen. Tenminste voor onszelf. En wat we gaan doen, is we gaan een simpel huisje bouwen. Een soort van torentje gaan bouwen. Zo, simpelweg waar de mobs bij kunnen. Denk van, oh, waarom doe je dat nu? De mobs, je bent ook niet bang voor de mobs, dit en dat. Ja, de mobs zijn nou niet zo moeilijk. Ja, tot de tweede aflevering. Dan zijn ze wel moeilijk. Oké, ik wil meer sticks hebben. Ik wil nog meer sticks hebben. Zo. Want ik wil even wat trappetjes maken. Daar heb ik er wel genoeg aan. Daar kom ik wel boven. Oké, dit is eigenlijk ons huisje. En we kunnen zo even de boom springen. Oké, daar hebben we de zombies. Die zombies zijn dus nog niet zo sterk. Dus we kunnen er wel tegen gaan vechten. Oké, vecht. Ga dood, zombies. Ga dood. Oh. Daar is zombies. Daar. Hoeveel schade doen dit eigenlijk? Oeh, een heel hartje per keer. Dat is wel... Oké, dit is boom. Oké, die zak nog hard. Nee, zombies. Laat mij met rust. Oké, de tree saplings die pakken we ook even op. Dat is wel weer handig. Wat ik wel even ga doen nu, is ik ga eventjes mijn XP laten verwijderen tot 0. En dan kom ik dan bij jullie terug. En dan zijn we weer. En zoals je ziet hebben we 0 levels nu. Onze MCMO stats zijn nog niet verwijderd. Want ik wou zo gauw mogelijk deze aflevering gedaan hebben. En daarna gaan ze dat even doen. Dus dat is fijn. Onze kippetjes zitten daarin. Dus hebben we een beetje eten. Wat we wel gaan doen. Is ik denk dat wij even op avontuur gaan. Want we gaan op zoek naar. Eigenlijk naar schapen. Als we een schaap tegenkomen. Zal het heel handig zijn. Oeh, paddenstoelen. Oké, we weten dat hier van die paddenstoelen zijn. Voor potions misschien. De nether. We mogen naar de nether gaan. Op dit moment nog niet. Okay, dit is eigenlijk ons eiland. Ons grootste eiland nu. Kijk, hier zie je alweer het strandje naar de andere kant van het eiland. Kijk, hier zijn een heleboel spawners. Heleboel. Oké, ik zie wel een paar kippen. Dus de kippen zijn er genoeg hier. Dit is een van de belangrijkste etensbronnen van ons. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld een klein aangrenzend eilandje. Daar zit tussen de muurdwassel heen. En nog een kip. Eigenlijk zou ik liefst schapen willen hebben. Want ik wil een bed maken. Daar kan ik tussen slapen door de nacht. Spin. Dat wil ik wel hebben. Spinnen geven ons strings. En strings kunnen wij een bol van maken. Of een fishing rod. Ofwel hier is een grot. Oké. Okay. Er zit dus hier een grot. Ik kan een baby zombie. Oh, creeper. Oké. Okay. Wat zit er allemaal in deze grot? De grot loopt dood of niet? Oké. Okay. Ik hoor van een baby zombie. Ik weet niet of die onder de grond zit of die ergens op dit eilandje zit. Maar, oké, zit hier een paar mooie bloemen. Ja, mooie bloemen. We kunnen ons huisje heel mooi maken. Ik hoor nog steeds de baby zombie. Oké, waar zit jij, baby zombie? Waar zit die? Oh, daar is die. Hallo, baby zombie. Die, baby zombie. Hij is dood nu. Idee. Ik zie helaas geen schapen. En die kant van het eiland zijn we nog niet heen geweest. Dus we kunnen daar kijken of daar schapen zijn. Ik weet niet hoe het zit in Minecraft zit of dieren spawnen of terugspawnen. Volgens mij wel. Dus hopelijk zien we ergens schapen hier. En als wij maar een paar schapen zien, dan moeten we denk ik even opsluiten in een hokje. Hebben we trouwens string gekregen van die spin? Nee. Oké, hier is nog een spin. Raak me niet aan, spin. Nee. Oh nee, toch een string gekregen nu. Oké, kijk, de mobs zijn nu toch niet zo heel moeilijk. Maar dan gaat het veranderen. Oh, we hebben 2 creepers hier. Creeper weg. Oké, goed. Enemy bleeding, ja, dat komt allemaal door onze zwaardskill. Oké, de creepers doen hier. Kijk, hier,
daar zien we verder zien we wat andere eilandjes. Daar is nog een eiland. Van Galicia. Oké, okay, dat is nog een eilandje. Die kunnen wij ook. Daar moeten we natuurlijk ook heen gaan om die te verkennen. En onze hofeiland, dat is het hofeiland waar we gespawnd zijn. Die is aardig groot. Kijk, dit hoort er ook nog bij. Dus dat hofeiland is aardig groot en er zijn heel veel spinnen hier. Dat vind ik fijn, want ze strings. Ik wil graag strings hebben. Oh, ik zie nou varken. Oké. Okay. Ja, Brommer weet nog niet dat ik met de nieuwe serie ben begonnen. Ik zag hier varken. Oké, okay. Dit is een eenzaam varken. Oh, die gaan we natuurlijk niet door. Dit varken laten we hier. Ik zie daar een klein eilandje. Ik weet niet wat daar zit. Ik zie daar nog een spin, maar ik zie ook een creeper. Weet je dat de creeper weg is? Oké, okay, gelukkig. Spin, die moet dood. Oké, okay, nog meer strings. Oké, okay, kijk, daar zijn die spawners. Zullen wij gaan testen wat gebeurt als wij daarheen zwemmen? Oké, okay, we gaan goed testen. Oké, okay, ik zie nog geen haaien spawnen. Oftewel guardians. In de serie zijn het haaien. Dus ik moet haaien voorstellen. Oké. Okay. Spawnen ze? Ja, er spawnt er eentje. Oh, gaat de squids aanvallen? Of de octopusjes? Oké, okay, hier zie ik nog een zombie. En we gaan de zombie verdoren. En we gaan dit eilandje even verkennen. En dan gaan wij deze aflevering afsluiten. Dat is wel de eerste aflevering. Dit is korte 20 minuutjes. Iets meer dan 20 minuutjes. Oké, okay, nog een zombie. Okay, als het ware is, dan ben ik kapot. Nog een zombie. Gelukkig wordt het nou daglicht. We hebben onze eerste nacht overleefd. Dat is de eerste volledige dag overleefd. Hoe is skeleton? Die gaan we ook even killen. Gelukkig kunnen wij de mobs nou nog killen. En is skeleton. Creeper, nee. Oeh. We gaan even grote bomen. En gaan wij over onze aflevering afsluiten. Met deze mooie achtergrond hier. Dus het einde van deze aflevering. Deze eerste aflevering van het tweede seizoen. Van Minecraft Survival. Het is een Minecraft Eiland Survival. Vond je deze aflevering leuk? En ben jij heel enthousiast over dit nieuwe serie? Laat er natuurlijk een like achter. En ben je nieuw op mijn kanaal? Ga mijn kanaal volgen. Volg mijn kanaal. Dus... ik zie je allemaal in de tweede aflevering van Eiland Survival.